Linda van Aken, voorzitter van de Nijmeegse Vincentiusvereniging, is verkozen tot Nijmegenaar van het jaar. Dat werd bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie in een vereniging in Nijmegen. Van Aken is vanzelfsprekend erg trots op de verkiezing. Nou, heel verrassend en heel welkom voor de vereniging. We hebben natuurlijk heel hard gewerkt de afgelopen 5 jaar. Dus ik vind het wel een kroon op ons Vincentiuswerk, zeg maar, wat we met z'n allen neergezet hebben. De Vincentiusvereniging helpt Nijmegenaren uit lastige situaties te komen door een aantal initiatieven. Wij doen eigenlijk van alles aan armoedebestrijding en eenzaamheid tegen te gaan. En dat doen wij op heel veel diverse manieren middels projecten. Dus we hebben mooie kookprojecten. Eat & Meet is daar een heel mooi voorbeeld van, waar heel veel mensen samen eten. We hebben een 50 cent winkeltje. We hebben projecten voor kinderen die niet op vakantie kunnen. We hebben sportprojecten. Eigenlijk alles op gebied van armoede en eenzaamheid. En dat doen we met heel veel vrijwilligers. Dus niet alleen ik. Van Aken is niet onbekend met het helpen van Nijmegenaren. Zo hielp ze al eerder de wijk Lindeholt nadat daar de bibliotheek sloot. Ik ben de medeoprichter van de Boekenboom. En de Boekenboom hebben we eigenlijk in het leven geroepen toen de bibliotheek in Lindeholt sloot. En wij het heel erg jammer vonden als mensen geen boeken meer konden lenen. En toen hebben wij een openbare boekenkast gemaakt van 3 eikenbomen. En dan kunnen mensen als ruilkast een boek uithalen en een nieuwe in terugplaatsen. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Ook heel leuk. Mooi project. Als Nijmegenaar van het jaar wil Van Aken een extra impuls geven aan het in kaart brengen van armoede in de Waalstad. Ik hoop dat wij voor de vereniging heel veel bekendheid krijgen, zodat mensen gewoon ook echt naar ons toe durven komen en niet meer achter de voordeur blijven zitten, eenzaam zijn, arm zijn. Maar ook gewoon de weg durven vinden naar mensen om samen gezellig dingen te doen en om samen de projecten te doorlopen, zeg maar. Deze titel wordt elk jaar toegekend aan een Nijmeegse inwoner die zich zonder eigen belang inzet voor de medemens of een ander goed doel. Een panel van 4000 Nijmegenaren stemt dan over wie de titel krijgt.